Hoe zorgen we dat fundamenteel onderzoek in de ICT snel kan worden toegepast? Met het DOME User Platform koppelen Astron en IBM het high-tech bedrijfsleven aan het onderzoek in DOME. In 3 stappen, expose, connect en involve, zoeken we samen met bedrijven naar een optimale samenwerking. Want het onderzoek in DOME is niet alleen relevant voor de volgende generatie radiotelescopen en datacenters. Op veel kortere termijn zal het onderzoek al op kleinere schaal toepasbaar zijn. Zo draagt de investering in DOME rechtstreeks bij aan de ontwikkeling van de kenniseconomie in Nederland. Met een zwaartepunt in het noorden. Ik ben Jacco Hiemstra, directeur van Flexicater. Wij helpen mensen om op een gemakkelijke, intuïtieve manier toegang te krijgen tot hun big data. Mijn naam is Kjeld van der Schaaf. I'm director of Dicey Software Innovations. Located in Assen. We develop software for the management of large data. Ik ben Krine Maas. Ik ben sterrenkundige. Ik ben medeoprichter en eigenaar en directeur van Science and Technology. Eigenlijk beter bekend als S&T. S&T is een high-tech ICT-bedrijf met vestigingen in Delft, maar ook in Noordwijk, in Drenthe en ook in Noorwegen. Wij zijn goed in het verwerken, processing, analyseren van hele grote hoeveelheden data. Dat doen we dus eigenlijk het maximale uit sensordata halen. We joined the DOME user platform as a small company and we intend to do 2 things. One, we provide real-life projects in which you can try new concepts, new developments in real-life projects. On the other side, we want to learn from this project and our interest is in learning new concepts to store really big amounts of data. Multi-dimensional data in novel ways. Wij gaan helpen om de data die beschikbaar komt bij dat hele SCA-project op een gemakkelijke en intuïtieve manier beschikbaar te stellen aan de mensen die dat moeten gebruiken. En zonder dat daar programmeurs aan te pas hoeven te komen. En wij willen beginnen met het LOFA-project om dat archief te ontsluiten met onze technologie. Om aan te tonen dat het kan, zodat je dat later makkelijker kunt opschalen naar het grote SCA-project. Het DOME project en vooral het DOME user platform geeft voor ons, voor S&T, een unieke kans om onze expertise en producten verder te ontwikkelen. Wij willen natuurlijk de beste zijn om blijven om zo goed mogelijk in extreme hoeveelheden sensordata verder te ontwikkelen. En door zo betrokken te zijn kunnen wij heel snel samenwerken en eigenlijk alles wat te maken heeft met de smart factories van de toekomst. Beter optimaliseren, snelle reactie bij alarmen die afgaan, sneller zorgen dat het onderhoud beter gaat, dus dat de downtime beter is. Dus alles om alles zo goed mogelijk te laten lopen voor de industrie. En dat willen we natuurlijk heel graag doen voor de gas- en olieindustrie, maar ook voor de industrie in het noorden. En wij voorzien dan natuurlijk ook een enorme commerciële toepassing, dat is bij ons wel belangrijk. Het users platform van DOME geeft ons de kans om al aan te tonen wat wij kunnen, met straks met hele grote hoeveelheden data, wat nog nooit eerder is vertoond. Dat is heel interessant om dat naar de markt toe te kunnen laten zien. Bovendien geeft het ons een unieke kans om te netwerken met allerlei bedrijven die in dezelfde richting denken en geïnteresseerd zijn. Ja, wij zijn ook wel erg research gericht en academisch ingesteld. En wij willen graag op een vroeg moment al betrokken zijn bij de ontwikkelingen. En dat biedt dat users platform ons. No, with the current state of technology, it's not possible to build a SCA telescope. New concepts, new technologies have to be developed. That's why this big collaboration is starting. But I think the ideas towards this new technology exist in the current collaboration. So I'm positive about the future of this project. Jazeker, het is zeker haalbaar. Als de uitdagingen maar groot genoeg zijn en als het maar interessant genoeg is, dan komt de energie wel vrij om het te realiseren. Denk maar aan Kennedy, die zei van binnen 10 jaar willen wij mensen op de maan zetten. Nou, wij willen binnen 15 jaar de diepere geheimen van het heelal dichter bij de mensen brengen. Natuurlijk is het mogelijk. Ik geloof er 100% in dat het mogelijk is. Het moet lukken om extreme hoeveelheden data om te zetten in zinnige informatie. Dat moet voor S&T, dat moet voor Drenthe, dat moet voor de wereld. Het is zo belangrijk en daarvoor gaat het lukken. Alleen al omdat ik het geloof.